Nou, beste mensen, dit is wat ik moet drinken. Dus Telebrix Gastro heet dat. Ja, dat is voor de scan. Nou, jongens. Ik ben totaal niet. Ik heb heel veel keelpijn. Heel veel slijm. Ik weet het niet. Is het niet normaal? Ik ben gewoon ziek gewoon. Hoor mijn stem dan, jongens. Verschrikkelijk. En ik wou zoveel gaan doen. Morgen moet ik weer naar dat rotziekenhuis. Dus ik wil zoveel voor jullie doen. En dan heb ik dit. Nee, vind ik echt niet leuk. Maar ja, ik ga mijn best doen. Het loopt gewoon mijn neus uit. Dit is niet normaal, jongens. Ik ben echt heel goed verkouden. Oh ja. En dan heb ik mijn telefoon ook nog een update. Zoals jullie kunnen zien. Het gaat ook niet zo snel. En we zijn... bijna klaar. Halleluja. En wat heb ik een mooie stem. Lijkt alsof ik 5 pakken check opgerookt heb. En daar gaat ie. En daar gaat ie. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Dus normaal. Daar komt de bruid. Daar komt de bruid. Doei. Nou, beste mensen, dit is wat ik moet drinken. Dus Telebrix Gastro heet dat. Ja, dat is voor de scan. Dus dat ga ik nou even doen met mijn drinken. Ik moet eigenlijk met water, maar ja, dat lukt mij niet. Dat is gewoon te erg voor mij. Het idee. Nou, ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Maar dit is dus het flesje. En dat ga ik dan dus op een lepel doen. Buh. En het stinkt niet eens, dat is het erg eigenlijk. Dus doe, wat was het ook weer? Een theelepel of eetlepel? Eetlepel? Nee, ik ga kijken wel even voor zekerheid. Kijk hoor, jongens. Weet ik niet meer, volgens mij was het een kleinere lepel, maar... Nou ja, ik kan het niet vinden. Ik ga maar van een eetlepel laten. Nou, dan doen we dus zo erop. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen zien, ik hoop het wel. Nou, meer dan zat. Nou, dan gaat het weer. En dan roeren. Heel raar, want in mijn vorige ziekenhuis had ik dit niet. In Leinburg. Maar ja, goed. Het is gedaan. Zo mensen, nou we lopen nu. Jullie en ik lopen op de fret. Ik ga even kijken of er nog wat te halen valt. Misschien voor mijn camera of zo, weet ik veel wat. Ik moet toch wat doen, hè. Ik ga zo in ieder geval naar buiten. Ja, ik weet nog niet wat ik dan ga doen. Uiteraard ben ik nu ook buiten, dat snappen jullie wel. Maar ik bedoel, dan ga ik... Nou, die hebben dus lekker mijn filmpje verneukt. Nee, maar in ieder geval, nu ben ik ook op buiten. Maar zometeen ga ik buiten met een vriend. Gaan we even kijken wat we gaan doen. Zo, en we staan lekker even een broodje te eten. Oh, joh, een broodje. Lekker broodje bal. Nou, dan hebben we ook nog even lekker een broodje kipsauté. Ah, mag wel een dagje. Dus na de kuur ga ik weer gewoon volop trainen. En weer echt aan mijn schema houden. Nou, ik ben onderweg naar de sportschool. Maar het regent, of het gaat zo hartstikke hard regenen. Dus ik wil eigenlijk met de fiets, maar ik heb de bus maar gekozen. Dus, ik zie het zo meteen als ik in de sportschool ben. Ja, daar lopen we dan. We zijn er klaar voor, we zijn er bijna. Dus, het weer valt tot nu toe nog mee. Gelukkig, dus. Yeah, folks, we hebben lekker gesport. En wat een takken weer. Ja, zo kan je het wel noemen. Wat een rot weer zeg. Maar ja, goed. Gaan we lekker naar huis, lekker eten, powerfood. En dan, ga ik zo goed nog even naar buiten. Met mijn grote vriend Fred, die jullie kennen van het Globolven. Dus ik zie jullie zo meteen eens lekker thuis aan het bordje van eten. Hello guys, en ik ben bezig met wat aan het koken iets. Heel lekker, alsof ik ga het maken. Kijken, ik zet jullie even hier neer. Ik ga maken, dat is kip. En dan ga ik dan in noedels eten. En ik ben het daar masseren met ketchup. Ik heb shawarma kruiden. Ja, ik weet dat het kip is, daar hoor ik kipkruiden op, maar ik heb shawarma kruiden. En ik heb dan gyroskruiden en dat is een hartstikke lekkere combinatie met ketchup. Dus dat ga ik dat in de pan doen. En die pan, die is al lekker warm, die heb ik al warm laten maken. En het gaat helemaal weer. Dat moet ik even. Zo. Nou, en dan gaan we dat langzaam aan. Gaan we dat opbakken. Dan ga ik nog even snel een uitje
fijn maken. En de afwas gelijk doen, zodat we dus zometeen niet de ellende hebben. Nou jongens, en dit is het eindresultaat. Hier zie je het inderdaad ietsjes beter. Het is heel lekker, echt waar. Dus ik ga lekker eten. En tevens ga ik ook gelijk de vlog afsluiten. Want ik moet morgen vroeg naar het ziekenhuis. Dus zoals jullie dat wel waarschijnlijk wisten, moet ik morgen dus dan naar het ziekenhuis. En ja, ik ga lekker dan even de vlog bewerken. Want daar heb ik morgen sowieso geen tijd voor. Morgenochtend, sowieso deed ik het vaker al 's avonds. Maar ik heb morgenochtend daar geen tijd voor. Dus ik... Ja, ik check jullie uit. Later. Ik zie jullie morgen. Ik ga lekker eten. Ja, jongens. Hey. Vergeet niet te liken, te abonneren en te delen. Ik denk niet dat we in actie door kan gaan. Want, ja, heel simpel. Er zijn niet genoeg abonnees gekomen. Dus, ik hoor jullie morgen weer. Peace. Maar zo.